Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Vandaag wil ik het hebben over hoe je jezelf zou kunnen verzekeren tegen onverwachte gebeurtenissen. We leven in onzekere tijden, corona, maar ook de economie die zwaar geraakt is. We zien extremen in de politiek. Dus er zijn heel wat zaken die mis kunnen lopen de aankomende tijd. Nou, hoe heb jij jouw portefeuille, jouw kapitaal, je leven daartegen verzekerd? Ik wil eigenlijk het voorbeeld gebruiken van mezelf, dat is wel zo makkelijk. In plaats van spaargeld op de bank heb ik goud en zilver. Waarom? Ja, die bank kan failliet gaan. Spaargeld op de bank is geld van de bank. Het staat de balans van de bank, dat is van de bank. Dus gaat de bank failliet, ben ik daar geld kwijt, dan kan ik hopen op een garantie. Ja, dan ben ik afhankelijk van een eventuele garantie, depositofonds, of dat gaat uitkeren en wanneer dat gaat uitkeren. Nou, als ik gewoon goud en zilver heb, dan heb ik dat probleem niet. Ik heb goud-zilver rekeningen en dat staat in het buitenland, allemaal via internet te bereiken. En als ik geld nodig heb, dan kan ik goud verkopen, zilver verkopen en kiezen in welke valuta ik dat uitbetaald wil hebben en op welke rekening. Dus dat is een van de zaken waar ik mezelf beschermd heb. Nou, dan heb ik ook nog eens een keer privé crowdfunding leningen, consumentenleningen heb ik verstrekt aan andere consumenten. Toevallig vandaag ben 600ste lening uitgezet. Nou, 43 van die leningen heb ik met een verzekering uitgezet. Dat zijn de meest risicovolle verzekeringen, waarvan je weet van ja, die mensen die daar zou wel eens een probleem met betalen kunnen ontstaan. Nou, daar heb ik verzekering op gezet, moet ik zeggen. Met die verzekering krijg ik natuurlijk ongelooflijk veel minder rendement op die leningen. Maar ik weet zeker dat ik mijn kapitaal terugkrijg. Dus zou er een economisch probleem ontstaan en die mensen kunnen niet meer betalen, want dat zijn natuurlijk de eerste die niet meer gaan betalen, dan is in ieder geval mijn kapitaal verzekerd. Nou, verder dan naar mijn onroerend goed. Ik heb onroerend goed in Amerika. Ik heb daar op dit moment 27 huizen en ben bezig met een appartementcomplex om dat te ontwikkelen. Maar ik hou wel een grote cashpositie aan. Ik wil niet in de situatie komen dat ik ineens zonder cash kom te zitten. Dus vandaar ook een stukje zekerheid. Je kan natuurlijk helemaal scherp aan de wind gaan zitten. Dan gaat er iets mis. Ja, dan kom je ineens met geld tekort te zitten. Dus ik hou eigenlijk relatief veel cash aan. Dan verdien ik maar wat minder, maar het is wel veiliger. En dan mijn aandelenportefeuille, die heb ik ook nog. Daar heb ik gekozen om bepaalde sectoren te zitten. Ik zit in goudmijnen, ik zit in zilvermijnen. En dat is een stukje waar ik in zit. Maar ik zit ook in duurzame energie. Dat vind ik ook belangrijk. Ik zit niet in banken. Ik denk dat banken een van de plekken zijn waar je dus op dit moment gewoon niet moet zitten. Want als er een economisch probleem ontstaat, dondert de bank om, ben ik daar geld kwijt. Hebben we gezien in 2008, de zekerste banken. Fortis was natuurlijk een fantastisch bedrijf. ABN AMRO, nou dat was toch degelijk de bank. Nou, we hebben het gezien. Dus wees voorzichtig, kies juist en kies voor een beetje degelijkheid. Misschien verdien je dan minder, maar ja, je hebt wel die zekerheid. Ben je aan het gokken, ben je met futures bezig, ja, dat geld moet je gewoon rekening houden, dat kan je volledig kwijtraken. Dat kan ook nu gewoon al gebeuren, zonder dat er iets gebeurt. Dus dat is gokgeld, daar heb ik het niet over. Tuurlijk, dat kan. Ik heb ook wel wat gokgeld, maar dat is niet mijn kapitaal. Mijn kapitaal is echt dat geld waarvan ik zeg van nou, uiteindelijk pensioen, dan gaat daarvan betaald worden. Wees daar voorzichtig mee. Zet veilige dingetjes in. Een aantal instrumenten om dat veilig te maken. Aandelenportefeuille kan je beschermen met opties. Doe dat soort dingen. Kijk daar eens naar. Optiecursus.com, daar heb ik daarover geschreven. Neo Finance is www.p2pfinance.nl. Lees daar eens hoe ik dat heb gedaan. En hoe ik mezelf bescherm tegen de slechtere tijden. Dat was het tot nu. Ik ben Tom Lassing, tot de volgende keer.